Hoi! Wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag wordt het weer een feestje, want Pino is er weer! Woe! Wij verheugen ons echt al ontzettend op deze video, want NOL Surprise heeft mij gevraagd deze Fashion Journal te unboxen. Yes! Superleuk, dus ik heb natuurlijk ja gezegd. Maar wij gaan deze niet alleen unboxen. We gaan er ook een super mega toffe fashion challenge mee doen. We ontwerpen straks vette fashion outfits voor ons OMG meisje. En dan mogen mijn Instagram volgers steeds bepalen welke fashion look ze het mooist vonden. Die van mij of die van Pien? Die van mij natuurlijk. Echt niet. Echt wel. Echt niet. En heb je er al helemaal zin in, net als wij? Laat ons dat dan weten door deze video een dikke duim omhoog te geven. We gaan voor de 15.000 dikke duimen omhoog. Dus kom maar door met die duimpjes. Laten we eens even kijken wat er allemaal op de doos staat. Ik zie hier een magisch blacklight lampje. En hier zie ik een pen met onzichtbare inkt. Oeh, spannend. Er zit ook een fashion activity boekje in. En een echt horloge waarmee je je journal kan openen. Hier zie je fashion stickers. En als we daarmee gaan doen, dat wordt echt super leuk. En dat ga je zo zien. Pien, zullen we maar eens even al deze tochtspullen uit de doos gaan halen? Dat lijkt mij een goed idee. Jongens, kijk eens even hoe cool. Voordat we verder gaan, wil ik jullie even iets heel erg leuks vertellen. Namelijk dat er verderop in deze video een hele toffe winactie zit. Dus blijf vooral kijken, dan leg ik jullie verderop uit hoe jullie mee kunnen doen. Hier zie je dus het Fashion Journal met de tekst Da Boss erop. En dit is niet alleen een heel cool en vet horloge, het is ook een magisch horloge. Want met dit horloge kan je je Fashion Journal openen. Zullen we hem samen gaan openen? Ja. En die kun je helemaal aankleden met de fashion stickers. En die stickers hebben we even hierachter gedaan. En in de journal zit ook het fashion activity boekje. En daarin kun je je eigen OMG meisje ontwerpen. En dan is het nu tijd voor de NOL Fashion Journal Challenge! Yeah! Bibi en ik schrijven met onze onzichtbare inkt 3 fashion stijlen in onze journal. En we mogen om de beurt met onze magic blacklight 1 fashion stijl onthullen. En die fashion stijl gaan we dan op onze hele eigen manier met deze stickers ontwerpen op dit OMG meisje. En als ik klaar ben, maak ik foto's van onze ontwerpen. En dan vraag ik aan mijn Instagram volgers welke fashion look zij mooier vinden. Die van Pien of die van mij. Kom maar op! Ik heb al 3 fashion stijlen in mijn hoofd die me super leuk lijken om te doen. En jij? Ik ook. Zullen we gaan beginnen? Zeker. Nou, onze fashion stijlen staan in onze journal. Je kan het natuurlijk nog niet zien. En wie gaat die eerste stijl onthullen die wij gaan maken? Jij mag wel beginnen. Dus jij mag 1 van mijn stijlen onthullen. Oké. Dus ik geef je mijn journal. Ja. En dan mag je gaan kiezen. Oké, ik pak gewoon mijn lampje en dan ga ik schijnen. Ik heb natuurlijk geen idee wat er staat. Dus gewoon de eerste die ik zie, die gaan we maken. Ik zal hem boven. Oeh, ik zie wat. Wat staat hier? Welke stijl heeft Pien opgeschreven? Party! Oh, dat is leuk! Leuk toch? Ze hebben geen feestelijke kleren, dus dat is echt heel erg leuk. Oké, helemaal zin in. Oké, jongens, we hebben 2 minuten. De fashion stijl party gaat nu in. 3, 2, 1. Ja. Oh nee, ik moet eerst iets eronder natuurlijk. Dat is een beetje raar. Wat voor broek? Ik wil eerst deze. Deze vind ik heel erg gezellig. Eerst doe een keus. Kijk eens wat een leuk topje. En daar doe ik een hele leuke roze bontjas overheen. Hoe gezellig is dit? Leuk, dit zou je toch aanbieden naar een party? En kijk mij even. Ik doe gewoon voor heel veel kleurtjes ga ik. Er zijn zoveel keuzes. Hoekje erbij. Wat kan je schoenen? Ik ga voor deze. Ik ga gewoon voor deze. Nog 25 seconden! Ik kan nog maar! Shit! Het is een hele. Oké, dan ga ik wel voor deze kleur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ik ga die hand krijgen. 2, 1, 0. Ben er weer! De tijd is om! De tijd is om! Het zijn trouwens afwasbare stiften en dit is het eindresultaat. We hebben die van elkaar nog niet eens gezien. Zullen we eerst naar die van elkaar kijken? Oké, 3, 2, 1. Huh? We staan aan de bovenkant! Jongens, kijk hoe grappig. We hebben gewoon hetzelfde roze bontjasje en hetzelfde shirtje uitgekozen. Nou, wij vinden beide onze eigen stijlen natuurlijk super cool, maar het gaat erom wat jullie vinden. Dus ik ga er even foto's van maken en die ga ik op mijn Insta-story zetten. Dus mogen jullie stemmen welke jullie het mooist vinden. Spannend.
few moments later. Oké, jongens, het grote moment. Wie heeft er gewonnen? We gaan kijken wie er gewonnen heeft en met hoeveel procent. 3, 2, 1. Ja! 36% en Antwerp C heeft 64%. Dat is echt veel. Ik sta dik boven. Ronde 2. En die gaat nu een stel onthullen uit mijn boekje. Dus gaat op gang. Oké. Waar hoop je op? Ik denk iets heel anders dan dat we net hebben gehad. Ja, dus iets heel anders dan Party. Ja. Ik ga gewoon ergens. Oké. Ik zie wat. Oké, wat staat er? Rock. Dat is cool! Ik zet de timer op 2 minuten, dus succes! Nou, jij succes, want ik sta bovenaan. Oké, 3, 2, 1, go! Wat ga ik kiezen? Ik moet gewoon deze kiezen. Ik ga gewoon voor dit hele stoere korte broekje. Ik ga voor dit jurkje. Ik ga voor dit broekje. Ik heb een heel stoere jeans broekje gehad. En ik heb een heel stoer zwart jurkje. En met dit jasje. En ik heb een heel cool truitje erbovenop. En ik kies deze stoere zwarte schoenen. We hebben allemaal blauw haar. Nee, ik ga iets heel anders doen dan wat je denkt. Jongens, ik ben zo lekker bezig. Ik ga echt winnen. Nog 27 seconden! Oh nee. Deze nodig. Ik weet ook wat ik doe. Ik heb dit nodig. Ik weet het nog. Langer nog. 6 seconden! 5, 4, 3, ga je redden. Oké, okay, ik ben gewoon klaar. 1, 0. Oh, dit is pas cool, ouwe. Nee, dit is vet. Jongens, kijk even naar onze stoere fashion look. Dit is mijn stoere fashion look. En dit is mijn stoere fashion look. Nou, ik maak er even een foto van voor Instagram. En dan gaan we kijken welke er gaat winnen. Ik hoop nu wel. Ik, anders zou het een beetje stoer zijn. Nee, ik hoop het niet. Dat kan ik gewoon winnen. Even nummertjes erop schrijven. En we wisselen nu de nummertjes om, zodat het eerlijk blijft. En een foto. Zo. Ja. Spannend. A few moments later. Oké, jongens, we gaan kijken wie ronde 2 gewonnen heeft. Daar gaan we. 1, 2, 3. Ik ben 1. Ik ben 2. 3, 2, 1. Nee! 2, 50 als 40. Nee! Ik heb gewonnen! Dat is helemaal niet heel veel procent verschil. Nee, klopt. Bibi, je hebt nog maar net gewonnen. Dus de volgende ronde wordt dan spectaculair, want ik ga... Want we zijn nu gelijk. Dus dan is het zo, is het heel spannend. Oh. Oké, heel spannend. Dan gaan we nu door naar de laatste ronde. En dan zien wie er gewonnen heeft. Ik heb iets boekje voor me en ik mag weer een stel onthullen. Daar gaat hij. Gewoon met de eerste wat ik zie. Disco! Ik heb de timer gezet. 3, 2, 1. Oké. Ik heb het al helemaal in mijn hoofd. Zeem. Ik heb een superleuk rokje. Ik heb een onmens leuke broek. Dit wordt zo leuk. Er is ook zoveel keus. Dat is gewoon een ander jasje. Oh, dit vind ik helemaal leuk, jongens. Kijk eens even naar mijn toffe laarzen. Jongens, kijk even naar onze looks. Zijn ze niet super tof? Wij kunnen zeker niet kiezen, dus we gaan weer Instagram foto's maken om te kijken welke disco look gewonnen heeft. A few moments later. Jongens, de alles bepalende ronde. We gaan kijken wat er gestemd is. Pien, ben ik daar voor? Nee. Wat denk je? Ik ben die. Ik ben... Die ik denk juist die. Nee, oké, okay, we gaan kijken. No. Ik ben 4. Okay. Ik ben 3. Oké, okay, doe. Hey! Yeah! Yeah! Lekker! Ik heb gewonnen! Yeah! Heel goed gedaan. Wow, heel veel verschil. Het is een 69-31%. 31%, 69%. Ik vind het goed. Dank jullie wel. Wow, dit is echt heel erg leuk om te doen. En denk je nu, ik wil ook zo graag zo'n LOL Fashion Journal hebben? Dan is dit je kans. Want ik mag er gewoon 2 weggeven. En je moet 3 dingen doen om kans te maken om er 1 te winnen. 1. Geef deze video een dikke duim omhoog. 2. Je moet abonnee zijn van mijn kanaal om te kunnen winnen. Dus als je nog geen abonnee bent, klik dan snel op die grote rode abonneerknop hieronder deze video. En abonneren is gewoon gratis. En 3. Je moet het formulier dat in de beschrijving van deze video staat invullen. En vraag natuurlijk altijd even toestemming aan je ouders of je mee mag doen met deze winactie. Over 1 week staan de 2 namen van de 2 winnaars in de beschrijving van deze video. En de winnaars krijgen ook een mailtje van Bibi. Heel veel succes allemaal! En dan zijn we ook weer aan het einde gekomen van
deze video. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Doei!